Yo gasten, goedemorgen. Mijn naam is Jim en we zijn onderweg naar Schorrel. Ieder jaar verzetten wij twee keer per jaar de Katamaran Club. Die verzetten we dan vanaf Schorrel naar het strand en weer terug. Nou is het voorjaar, dus de containers, de hele club, die staat in Schorrel en die moet nou naar het strand. Ik heb mijn bak mee, mijn verlanglepels en mijn pelletvorken. Dus we gaan er weer een mooi dagje van maken, als ook al zeg ik het zelf. Het is prachtig weer, we hebben er mooi weer bij inderdaad. Dus en dan nog een klein stukje rijden en dan zien jullie zo weer. Zo, nou hier hebben we al containers staan. Dit is dus de hele Katamaran Club. Daarachter zit nog een containertje voor opslag, dat is nog een containertje voor opslag. En daar achter al die andere containers staat nog weer een containertje met opslag. Ik heb de verlenglepels op de laan zoals jullie zien. Dus nu is te verwachten op de trekkers en de wagens. En dan kunnen we ze naar het strand toe rijden. Op het strand zal we nog wel een beetje moeten schuiven, want ja, dat heeft natuurlijk pittig, gestoven. Dus we hebben ook de dichte bak natuurlijk mee, zoals jullie zagen. We kunnen alles nog een beetje vlak schuiven. Ik heb de banden al op de goede druk staan, dus ik denk dat het goed moet komen. En dat zei ik al, nou eens even wachten en dan zien jullie zo weer. Zo, nou jongens en meiden, ik hoop dat jullie het een klein beetje kunnen zien, maar het probleem is een beetje dat ik dat ik geen steuntje heb aan de andere kant van de shovel. Maar dat is niet anders. In ieder geval, we gaan de eerste containers erop zetten. De trekkers zijn er nog niet, dus ik heb zelf alles naar voren gehaald. Nou jongens, de eerste hebben we vast. Dus die gaan we op de voorste kar zetten, denk ik. Ik heb er natuurlijk eentje bij me om een beetje aanwijzingen te geven. Maar dat moet helemaal goed komen. Even wachten. Ik zal even de timelapse starten en dan zie ik jullie zo. Op het strand, zoals jullie kunnen zien. Ook hebben we de eerste container unit, club, huis, deel er al weer afgepakt. Dus eerst gaan we ze even afpakken. Dan gaan we daarna de rest even ophalen. Want ik ken de andere jongens, kennen hun weg weer een beetje vervolgen. En dan kunnen wij ze later even neerzetten. Of even. Er moet nog weer een hoop geschoven worden straks ook nog. Want het is nog lang niet vlak. Ze worden straks op rails gezet.
Dat is het allerzwaarste. Maar wat wil ik ook weer zeggen? Nee, dit is ook het allerzwaarste, maar er zit ook een auto achter, dus ik kan niet heel veel meer naar achter toe. Dus dan zet ze nou even die trekker even een stukje naar voren toe. Dan moet het in principe helemaal goed komen. De twee nog even. En dan gaan we weer terug en dan gaan we eerst de laatste even ophalen. Dus ik ga even een timelapse starten en dan zie ik jullie zo weer. Zo, nou jongens, tweede lading met units ook mee. Even CDC activeren. Kijk, gaat die al. Lekker zacht op het strand. Wij shovelen hebben natuurlijk in principe geen enkel probleem mee. Alleen die trekkers moeten een beetje gang houden. Daar is de eerste en de andere twee karren zitten nog achter ons. De rest staat er allemaal al. Dus dan gaan we zo eerst even voor een bakkie. Daaro. Dan gaan we de hele boel lekker vlak schuiven. Een tijdje. En dan gaan we alles... Ja, gaan we alles plaatsen. Maakt ook niet heel vaak mee hè, op het strand naar de showpool. Nou, ik nou twee keer per jaar. Eén keer in september of oktober en één keer in het voorjaar. Net als nu. Kijk, daar komt het te staan. Recht voor me nou. Heel veel stuifzand natuurlijk. Ik hoop dat het gaat met mijn puinriek. Maar dat, anders kan ik er ook niet zoveel aan doen. We moeten het er helaas mee doen. Of helaas, we moeten het er gewoon mee doen. Klaar. Alle containertjes. En hier komen ze te staan, zeg maar. Hé hey, jongens, ik zie jullie zo weer. Zo, de container is allemaal gelost. Dan gaan we nou de boel maar een beetje proberen vlak te schuiven hier. Kijken of het een beetje gaat. De jongens zullen even wat voorbereiden voor een andere container. Om die even neer te zetten. En dan moet het in goed komen. Nou, dan gaan we eerst even een bakje nat zand pakken. En daarna dan... We kunnen proberen of we wat vlak kunnen schuiven. Oké, want hier hebben we wel genoeg zand hier zo. Zo, nog maar een bakje dan, hè? Zo, nou jongens. Zoals jullie kunnen zien is het eerste gedeelte vlak. Hier kunnen straks de containers zo worden neergezet. Dan gaan we nu
naar de andere kant. En dan gaan we kijken wat we daar nog een beetje aan kunnen doen. Ik zal eerst even een bakje zand halen, net als net. Zo. Hup, bak op de grond. En schuiven maar. Beetje hobbelen. Ah ja joh. Dat maakt ook allemaal uit. En dan hebben we hier onze eigen kleine zand. Ja. Dat zei ik ook al, dit is genoeg zand, dus dat is wel lekker. Hey jongens, ik denk dat ik even tuinlampjes ga starten en dan zie ik jullie zo alweer. We hebben nu al de hut zit in principe op zijn plek, de club zelf. Nu alleen nog wat opslag en de wc's, want ze hebben zelfs een container voor de wc, ideaal natuurlijk. En natuurlijk de opslag van alle katamarans en jullie hebben net een hele timelapse gezien van hoe we die eerste vier keten neer hebben gezet natuurlijk. Ik hoop dat het een beetje goed te volgen was. Ook schiet helaas mijn accu van mijn cameraatje al wel lekker op. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar anders dan laat ik jullie het eindresultaat wel even zien. Wel lekker dat ze mij toch een beetje begeleiden, want ja, jullie kunnen het ook zien, maar ik zoek hier niet zo heel veel. Nou, we hebben ook die vlakken. Dat hebben we nu gedaan daar al. Wel wat we net allemaal hebben gedaan, hebben we al gevlakt. En wat we straks moeten doen, hebben we ook al gevlakt. Hoppa. Bakken we er een aan. Zo. Nou, het zal wel een beetje een lang videootje worden dit. Maar dat wilden jullie, als het goed is.
Nou jongens en meiden, dan ga ik deze verplaatsen en dan zie ik jullie wel weer als het, ja, als we alles neer hebben gezet. Want anders dan ken ik ze vinden niet helemaal tot eind filmen. Dus ik zou zeggen, tot zo! Nou jongens, jullie laten we mee. Ik denk we raken vast. Nee hoor. Gelukkig niet. Lekker muziekje trouwens op de achtergrond. Nou, er was nog een strandclub en die vroeg of ik ook hun containers neer wilde neerzetten. Hè? Nou natuurlijk, weet je, we zijn toch op het strand. Klein stukje rijden en ja. Ik bedoel, doen we gewoon even. We zijn alle broers niet. Dus ik ga deze even lekker los op zijn plek zetten. Misschien nog een beetje vlak of zo. En dan, nou, dan zit de dag weer op. De zaterdag. Ik laat zo dan het eindresultaat zien van die andere. Nou, en dan moet het helemaal goed wezen, hè. Hey jongens, ik zie jullie zo weer.